Ja, dames en heren, de wedstrijd tussen Tricht en Brederode is zojuist afgelopen. En het is een dik verdiende 7-0 geworden voor Brederode. Of Tricht, sorry, dames en heren. Maar ik ben altijd een fan geweest van Tricht, als ik hier bij Tricht kom, van Marijn Branzen. En vandaag ben ik wel aan mijn trekken gekomen. Marijn, want je scoorde liefst 5 maal. Ja, klopt. Je bent op een goede moment gekomen, ja. Dat kan je wel zeggen. Ja, klopt. Het ging ook wel makkelijk. Want de eerste, ja, die kreeg wel wat cadeautjes even in het begin. Ja, flink wat fouten aan hun kant. En wij straffen ze gewoon af op die fouten die ze achterin maken. En dan, ja, zeker als je 1-0 al maakt in de eerste minuut, dat is gewoon lekker beginnen voor ons. Dus daar liep het wel goed. Ja, en ik moet zeggen, ik heb ook genoten, niet om andere spelers tekort te doen, maar van jullie geweldige voordoen, want je maatje aan de andere kant ook. Jullie kunnen geweldig samen voetballen. Ja, dat is ook zeker een talent hoor. Die is pas 17, dus die gaat er zeker nog wel meer maken dan ik misschien wel vandaag. Dus dat is echt een talent voor Tricht, ja. Dat kan je wel zeggen. Ja, maar dat ben jij ook, hè? Ja, ik ben wel wat ouder, maar we zijn met z'n allen gewoon heel jong en zijn gewoon talentvol. En misschien is het dit seizoen wordt het wel lastig, maar zeker voor de komende jaren zit er zeker potentie in bij ons in het team. Ja, dat gaat altijd met vallen opstaan met een jong team, maar er zit erg veel kwaliteit in en er komt reus op den duur ook wel uit hoor. En wat vond je zelf wel de mooiste van de 5? Ik denk de allerlaatste, dat ik de bal in de diepte krijg en dan een speler uitspeel, de keeper uitspeel en hem erin schiet. Want die andere twee penalties en andere twee waren cadeautjes van hun. Dus die vijfde was wel de mooiste. Ja, ik weet wel, je zei ook cadeautjes, maar ja, je moet toch wel alert wezen. Je moet er toch wel staan om ze weer te maken. Ja, zeker waar, dat klopt. Ja, je moet ze er ook maar even inleggen, maar het waren wel... Ik bedoel, als ik ze niet had gemaakt, dan was ik wel flink boos op mezelf geweest. Want het waren zulke cadeautjes. En dat die vijfde dan ook nog erin gaat, dan weet je gewoon dat je je dag hebt. En dit is een belangrijke overwinning, want ik weet dat de competitie is nog jong. Maar als je 0 punten hebt en je pakt of van ook iemand die onderin staat, die heeft 1 punt, die pakt en die 3, dat is erg belangrijk. Ja, de overwinning is natuurlijk gewoon het belangrijkste. We kunnen een beetje omhoog kijken. En zeker als je van een directe concurrent gewoon zo afgetekend wint, dat geeft ook gewoon heel veel vertrouwen. Oké, Marijn, ik wens je veel succes verder en we zien elkaar nog een keertje. Ja, dankjewel. Hey, bedankt, hè. Ja, trainer Marcel van Steenis, het is vandaag letterlijk en figuurlijk een zonnige dag voor je geworden. Ja, dat klopt, Bas. We hebben een heel lastig begin gehad met een hele zware bekerronde. En best een lastige competitiestart. En hier waren we wel aan toe met z'n allen. Dus overwinning, daar hadden we voor getekend natuurlijk. Het moest vandaag ook gebeuren. Maar ja, goed, dat het uiteindelijk zo uitpakt, is alleen maar mooi. Ja, dat klopt. Je weet, ik kom wel eens hier meer en je hoort mij wel eens de naam Marijn Branzen noemen. Daar ben ik een beetje fan van. Niet alleen van hem, want ik heb vandaag al meer, want ik heb genoten van de voorhoede, eigenlijk van heel de ploeg. Maar het is toch geweldig dat je zo'n voorhoede hebt? Ja, dat is gewoon inderdaad. We hebben dinsdag onder 23 gespeeld en hebben die jongens ook samen laten spelen in de spits. Iets mindere tegenstand gehad. Maar goed, dan nemen we wel allebei 2 doelpunten mee naar deze wedstrijd. En als je dan binnen een minuut zeg maar, met deze groep 1-0 voorkomt, ja, dan zie je waar ze toe in staat zijn. En we zullen best nog wel een keer flink onderuit gaan, dat we aan de andere kant staan. Maar dit was wel een mooi moment. Ja, zeker weten. En weet je, je hebt zoveel talent. En het is nog jong hoor, dat weet ik wel. En dat is toch heerlijk om mee te werken, want er is echt nog wel wat van te maken. Ja, zeker. Maar dat heb ik ook gezegd, ook tegen het bestuur. Van joh, je moet hier vertrouwen in hebben. Deze jongens die zijn er nog lang niet. We zitten nog niet op tweede klasniveau. Maar wij gaan er echt wel komen. En als dit bij elkaar blijft, deze groep, hier is gewoon niks mis mee. En dan de rol van 1 of 2 ouderen. Ik hoop zeg maar dat er misschien nog 1 of 2 bij willen sluiten bij deze groep. En dan kunnen wij best wel stappen gaan maken. En in ieder geval vrij blijven van degradatie. En wat mij ook opviel, staat op een gegeven moment 6-7-0. Blijven gewoon doorgaan. En zelfs de trainer blijft fanatiek. Want je hebt wel eens trainers. Nou, 6-7-0. Je gaat er maar zitten, maak het potje maar af. Maar je blijft fanatiek coachen. En dat vind ik altijd ook zo hoort hoor. Nou, weet je wat is Bas? Op het moment dat je achteruit gaat lopen en de bal rond gaat spelen. Dan is het voor het publiek niet leuk. Wij hebben geen ploeg om de bal in de ploeg te houden. En rustig zo'n wedstrijdje uit te spelen. De jongens die willen ervoor gaan. Nou, en dan zijn we tot zoiets in staat. Dus hartstikke mooi. Ik denk dat je er geweldig van kan genieten. Je hebt weer een prima weekend. Ik kijk de beelden nog even rustig na. Dan halen we weer onze puntjes uit. En dan nemen we weer mee naar de volgende wedstrijd, Bas. Oké, succes verder maar zo. Jongens, weggenoten. Ja, trainer Rolf van Brederode. Ik denk dat
niet plezierig op de bank gezeten hebt. Dat ging al gelijk van de eerste minuut, werden er al kostbare fouten gemaakt. Ja, daar is alles mee samengevat. Wij maken meer fouten en zij dwongen de fouten af. En we gaven niet thuis vandaag. Compliment voor Tricht en zwaar teleurgesteld in mijn eigen team. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik weet, het is ook een jong team, begrijp ik. En jullie zijn ook nog wat kwaliteit kwijtgeraakt. Ik denk daar zo aan Kroeze, De Gans en zulke jongens. Ja, dan duurt het ook wel even om dat weer een beetje op peil te krijgen. Nou, we zijn een hoop ervaring kwijtgeraakt. Dat is het geval op dit moment. We hebben een heel jong elftal, dat klopt. Er loopt wel wat talent rond en ik wil dat vandaag niet als excuus aanbieden. Ik mis gewoon 5-6 basisspelers op dit moment met blessures. Dus ik hoop dat die er snel weer terugkomen. Maar je miste, ja, vandaag was gewoon de beleving. Bij Tricht, die lieten in alles zien dat ze willen winnen. En bij ons na die snelle tegentreffer in die 2-0 dan ook, we gaan die kopjes naar beneden. En wij hebben niet de ervaring om op dat moment een wedstrijd uit te spelen. Want als dan we 4-0 achter, 5-0 achter met 9 man, willen we nog naar voren rennen. Terwijl op dat moment gewoon de boel dicht moet houden en het uit moet spelen. Ja, ik denk dat dat wat u net al aanhaalde, wat ervaring ontbreekt om even de ploeg bij de hand te nemen, rust te bewaren en even kalm op te vangen. Ja, dat klopt. En dat zeg ik. Maar ja, Tricht heeft hetzelfde verhaal. Maar ja, bij Tricht zie je gewoon dat ze vol gas gaan voor elkaar. Wij hebben ze perfect in de kaart gespeeld door heel veel ruimte weg te geven. En dan is een spelletje ideaal. Ja, en als je na een minuut al met 1-0 achter staat, loop je natuurlijk helemaal achter de feiten aan. Maar ja, achterin gaven ze wel erg veel weg, vond ik. Ja, kijk, als je na 1 minuut 1-0 achterkomt, dat is snel, dat kan een dreun zijn. Maar je hebt daarna nog 89 minuten om het goed te maken. Maar op een gegeven moment, ja, misschien door het weer, hoor, dat we dat niet gewend zijn in oktober. Maar het was bij ons vandaag te apathisch en Tricht heeft daar gewoon heel goed gebruik van gemaakt. En ja, het is bij ons nu de scherven op één rapen en weer doorgaan. Ja, ik denk gewoon dat het vandaag een off-day was. Laten we het daarop houden. Een zware off-day. Oké, hey, trainer, ik wens je in ieder geval een veel succes en misschien weer kopje op en komt het wel weer goed. Nee, we zullen wel moeten, dus we gaan weer verder. Dankjewel. Oké, u ook bedankt, hè.